profvechter Alistair Overeem niet keihard aan het trainen is voor een wedstrijd, doet hij graag mee aan een televisiespelletje. En zeker als zijn mannelijkheid op het spel staat. Hier komen straks 7 vrouwen te staan waarvan jullie de BH moeten losmaken. En dat kan natuurlijk maar met 1 hand, want in de andere hand heb je uiteraard een biertje. In het programma MLF moet Alistair bewijzen dat hij een echte kerel is door zo snel mogelijk 7 BH's los te maken. Start. Maar die klus valt nog helemaal niet mee. Ja, wat kan ik daarover zeggen? Een echte man, die laat de vrouw dat natuurlijk zelf doen. Maar goed, dus dat verklaart waarom ik er niet goed in was. Hij rukt hem gewoon helemaal los. Je moet er goed dicht op met je hoofd. Ja, dat je goed kan kijken. Oh my god, hè? Je moet een bepaalde techniek hebben. En als je die techniek kan, dan is het geen probleem. Maar ja, misschien ligt het ook aan of ik grote handen heb. Dat kan het ook zijn. Alistair, je bent nog steeds bezig met de eerste. We zitten nu op 1 minuut en 5 seconden. Ze had al 3 kinderen kunnen baren. Het lijkt simpeler dan het is om met een koud biertje in de ene hand met de andere die sluiting open te krijgen. Zo. Zo. Hij komt gewoon langzaam op gang. Het is gewoon een diesel. En Alistair houdt ook niet zo van die koele goudgele rakker die hij vast moet houden. Ik zou zeggen, het merendeel van de mannen die ik ken drinkt geen bier. Ik zelf ook niet, dus wat dat betreft vind ik bier drinken niet mannelijk. Ja, ik kreeg op een gegeven moment kramp in mijn handen. Ja, je zou eens wat moeten gaan sporten, vrouw. Dat is een beetje trainen. Voor Alistair loopt het bij haast losmaken uit op een teleurstelling. Hij is de langzaamste deelnemer en moet helaas het programma verlaten. Dus Alistair... Ik ben geen echte kerel. We gaan geen afscheid nemen, want je gaat gewoon naar huis. Ja. Jongens, succes. Select groepje. Heel select groepje. Ach ja, een stoere kickbokser kan niet alles hebben. Mijn handen zijn gewoon veel te groot.